Dus euh, als we dan even kijken naar die psychologie, hier zijn uh, verschillende begrippen uit de contextuele psychologie doorgetrokken naar het bedrijfsleven. Dat is een soort grenzeling. Uh, is dat geslaagd volgens u? Kunnen we dat zomaar uh, toepassen? Is dat herkenbaar? Well, dat waren natuurlijk de hoofdstukken waar ik me een beetje het meest moest op concentreren, omdat die wereld voor mij niet zo bekend is. Maar inderdaad, uh, als we altijd zeggen: van kijk, in de bedrijven maken de mensen het verschil. Ja, dan moet je met HR bezig zijn in HR, dat is niet met de payroll bezig zijn of de administratie van de salarissen. Nee, HR is inderdaad: uh, hoe ga ik mensen selecteren, hoe ga ik mensen opleiden, hoe ga ik mensen begeleiden, hoe ga ik zorgen dat ik aan retentie kan doen, dat ik mensen kan houden. En inderdaad, in die zin denk ik uh, dat die, dat psychologische element in dit boek zeer verrijkend is, terug in combinatie met die andere. De punt dat ik uh, heel interessant vond, was de introductie van um, de psychologie. Hè? Um, waarvan veel te weinig gebruik wordt gemaakt, um, bijvoorbeeld in de medische wereld, uh, in mijn opvatting, of in de juridische wereld. Ja. Um, en dus uh, als dat in bedrijfsprocessen en um, innovatie wel het geval is, uh, vind ik dat geweldig. En, en uh, dus de, de, de delegaten, de legaten, um, als termen die um, helpen beschrijven hoe Mensen in een onderneming, hoe werknemers, hoe jongeren zich kunnen voelen ten aanzien van een vorige generatie um, en hoe dat hun loyaliteitsgevoelens uh, kan beïnvloeden, dat vond ik ook heel um, verrijkend, omdat dat um, op een betere manier toelaat om de cultuur van een onderneming te begrijpen en te duiden. Als we maar niet vergeten dat, uiteraard, um, uh, we niet in determinisme mogen vervallen en dat er altijd eigen keuzes zijn ten aanzien van de delegaten en delegaten die men gekregen heeft. Dus ik vond het een heel boeiende manier om over innovatie na te denken en ik wens het boek een heel grote verspreiding. Het is eigenlijk een boek dat op zich geschreven is om na te denken over innovatie. Ja? Voor mij is het eigenlijk een boek dat zou kunnen geschreven zijn met als titel Management of Change. Uh, ik bedoel daarmee, je, je bent, je ziet eigenlijk de attitude van mensen. Je ziet ja, de natuurlijke weerstand van mensen om, tegen een verandering. En dat is voor mij eigenlijk de echte, uh, het, het essentie van het boek. En automatisch zul je, als mensen niet bereid zijn om te veranderen, ga je automatisch minder openstaan voor nieuwe dingen, voor innovatie. Ja. En dus de psychologie en de manieren en de methodiek die je dan daarachter steekt, ja, dat is voor mij nodig hè, om het te structureren. Maar is voor mij, als ik zou zeggen, relatief oppervlakkige lezer, eigenlijk niet zo relevant. Hè. Maar zeker en vast voor de specialisten, zoals de schrijvers zijn, hebben, heeft dat natuurlijk zijn waarde. Hè. Kijk, een van de boodschappen die in het boek staat, dat is dat iedereen met een voorgeschiedenis uh, binnenkomt. En als men daar nooit naar vraagt. Dan, worden, dan ontstaan nogal wat communicatieproblemen en verkeerde inschattingen. Ik denk eerlijk gezegd dat dat, wat het communicatief lijkt betreft, de voornaamste boodschap is. Geef tenminste iets wat vrij van uw privéleven in uw, in uw arbeidssituatie, want dat kan heel wat misverstanden voorkomen. Het feit dat um, de auteurs uh, heel de tijd dezelfde feiten laten denken door Verschillende personen en dus vanuit verschillende perspectieven, waarmee wordt aangetoond het belang van menselijke communicatie, omdat de perceptie die men heeft eh, van een situatie en van hoe een ander reageert op die situatie eh, dramatisch verschillend kan zijn. Hè. Um, een optimist leidt daaruit af het belang van communicatie, een pessimist natuurlijk het. Het dik was bijna onmogelijke van goede communicatie. Oké, okay. um, ik ga nog even dieper in op die communicatie. De personages in het boek die komen in verschillende situaties terecht, waarin soms slechte, soms goede communicatie is. Uh, wat, wat is u daarvan bijgebleven? Uh, de zelfspraak, de zelfspraak van de hoofdpersonage. Uh, dat was echt een piekeraar en een van de zaken die dus uh, moeilijk liggen bij iemand die piekert, die wat. Uh, ja, het was een nieuwe persoon in, 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 het, in het bedrijf, dus dat die een beetje on, uh, uh, onzeker is, dat is begrijpelijk. Maar structureel, in haar, uh, in haar psychologische context, in haar, uh, was ze een, een piekeraar. En dat wordt een beetje weinig uitgelegd waarom dat dat was. Uh, dus het begrip parentificatie, het feit dat je een aantal uh, elementen... Uh, uit loyaliteit met uw intern uh, vader- of moederbeeld uh, met u meedraagt, werd eigenlijk een beetje weinig uitgelegd. Uh, je hebt de, 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 de groep van mensen, en dat is over het algemeen de grootste groep in uw bedrijf, die dus tegen de verandering is, die liefst volgens de klassieke methodes wil verder werken. Dan heb je de groep van mensen die voor de verandering is, maar die het niet kan communiceren. Uh, dan heb je het aspect van de opleiding. Ja, ik heb enorm veel uh, zaken kunnen herkennen, absoluut. Uh, goed omschreven, herkenbaar. Soms had ik de indruk dat, uh, dat het niet meer echt ajour is. Bij wijze van spreken, het is natuurlijk een zeer recent geschreven boek. Uh, maar ik herken de situaties, Wat ik zeg, ja, dat hebben wij toch een jaar of tien mee, geleden meegemaakt. Dit type van chef bijvoorbeeld, ik geef een concreet voorbeeld. Dit type van chef kan ik mij voorstellen toch, dat toch niet zoveel in mij voorkomt. Hè? Als voorbeeld, hè? Er waren nog heel wat andere personages in het boek. Vond u deze karakters goed uitgewerkt? Uh, de bedoeling is natuurlijk van een boodschap over te dragen. Dus een, een stukje diepgang uh, heb ik gemist. Maar het was, het was ook geen karikatuur. Het was eerder een uitvergroten van bepaalde aspecten om duidelijke, zeggen, de boodschap over te brengen. Uh, wat natuurlijk weer verrijkend is, dat het, het zijn verschillende personages. En ook wat weer rijk is in het boek is het feit dat um, de, de personages door verschillende mensen dus gesch geschreven en beschreven zijn uh, en je voelt dat ook, je voelt dat het is dus niet één auteur die in verschillende huiden kruipt, nee, het zijn acht. Ik dacht acht auteurs die in acht verschillende huiden kruipen en wat dan weer fantastisch is om dat te gaan mixen en te gaan combineren in één boek en daar toch één rode draad en één lijn verhalen te krijgen. Dat vind ik dus fantastisch. Uh, het is al jaren gebruikelijk in de managementwereld van dus een aantal zaken in uh, verhalen al dan niet fictieve uh, verhalen te brengen. Uh, uh, wat mij aanstaat is het ritme van dit verhaal en vooral de voortdurende wisselende gezichtspunten. Dus elk mini hoofdstukje van een bladzijde, een bladzijde en half, wordt alleen maar geschreven vanuit de visie van één van de zoveel personages.